Ik wil nog één heel ander dingetje met u bespreken, want u bent er nu toch. Namelijk, u bent ook, een van uw functies is voorzitter van AfroTros. En in het Hilversumse broeit het al weken over de nieuwsshow, het best beluisterde programma op Radio 1. Peter de Bie en Mieke van der Wij, die stappen over naar Omroep Max. Dus die nemen dat programma mee, halen het weg bij AfroTros. En Jan Slachter van Omroep Max heeft gezegd, is goed, geef maar hier. Wat vindt u daarvan als voorzitter van AfroTros? Ja, ik vind het niet netjes om het heel zachtjes uit te drukken. Vooral als u het minder zachtjes uitdrukt? Nou ja, dat is schandelijk. En vooral van de NPO. Want de NPO is de organisatie die uitmaakt wanneer uw programma hier mag zijn op dit moment. Ja. En wanneer wij radio en tv mogen uitzenden. Nou, het is een programma wat al van ouds af aan bij AfroTros hoort. Jaar of zo, het ja. is van de omroep, niet van twee presentatoren. Hoe goed ik die overigens vind. Nou, als die presentatoren vertrekken, en waarom ze vertrekken blijf ik even buiten beschouwen. Mm-hmm. Maar dan is het heel raar dat de NPO dan zegt, ja, we pakken het bloedje op bij uw organisatie. En op hetzelfde timeslot, dus op zaterdagochtend, daar mag een andere omroep het uitzenden. Ik vind het onbegrijpelijk en we laten het ook niet bij zitten. Nee, wat gaat u doen dan? We zijn nu nog in gesprek met NPO, met de Raad van Bestuur. Maar we zullen ook ongetwijfeld de procedure gaan starten als we niet ons zin krijgen. Het is niet zozeer ons zin krijgen. Het is een programma. Het is een cruciaal onderdeel van waar de omroep over gaat. U moet zich voorstellen dat u morgen met dit programma onderdoet, loopt naar AfroTros en zegt, nou, ik ga op zondagochtend, ga ik gezellig op zondagochtend maken. Dat kan toch niet? Nee, dat lijkt mij ook, maar het gebeurt nu dus. Dus u zegt, ik ga procedure starten, gaat u naar de rechter? Ik denk dat als de directie van AfroTros, ik zit in de Raad van Toezicht als voorzitter, dus ik kijk op afstand mee. We hebben toevallig vorige week vergadering gehad. Mm-hmm. En we hebben wel de directie aangemoedigd om hier werk van te maken. Want dit de is gewoon ordinaire diefstal in het publieke bestel. Glashelder. We gaan het hebben. En in 2020 komt hij terug. En dan gaan we hopelijk eerder ook. Gaan we praten over de energiewende in Nederland.